Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. In deze video ga ik 5 potentiële winnaars met je doornemen die je kan gaan testen in Q4. Voordat we erin duiken, like, abonneer en laat een comment achter zodat ik meer van dit soort top video's voor je kan blijven maken. Dit is voorlopig even de laatste video die ik voor je upload. Deze worden wel vooruit gepland, maar het is van tijd tot tijd dat ik tijd vrij maak in mijn agenda om dit soort top video's voor je te maken. Nou, deze producten hebben enorm veel potentie, maar ze zijn niet gegarandeerd om te werken. En als iemand tegen je vertelt dat je dit product test en het is gegarandeerd om te werken, dan liegen ze uiteindelijk tegen je. Dus dat is altijd belangrijk om in je achterhoofd te houden. Nou, elk product is geselecteerd op basis van deze key factoren. Is er een massaal probleem dat dit product oplost en zit er een grote markt aan? Is het product uniek genoeg om de aandacht te pakken op sociale media? Is het product relevant aan de huidige situatie in de wereld? Heeft dit product of soortgelijke producten, zijn die viral gegaan in het verleden? En is dit product dus ook beter dan de eerdere viral gegane producten? Oké, met de juiste marketing angle en strategie ben ik er zeker van dat je winstgevend kan zijn met deze productsuggesties die ik je ga geven. Daar draait het uiteindelijk om. Producten vinden, maar ook de marketing angle en de Facebook ad strategie die je daarin toepast. Niets meer en niks minder dan dat. Nou, beginnen we met product nummer 1 en waarom dit het waard is om te testen. Het is een heel herkenbaar probleem dat je sleutels of creditcard of pasjes ergens moet achterlaten. En deze kan je hier dus veilig mee opbergen en niet gewoon ergens in de sleutelbos. Dus hierin heb je dus ook een code en kan je deze dus ook veilig houden voor mensen die dus in je huis op bezoek zijn of gewoon voor mensen die iets willen komen stelen. Er is een grote markt in, iedereen heeft sleutels, iedereen heeft pasjes. En soortgelijke producten zijn hard en moeilijker. En soortgelijke producten zijn hard geschaald, sorry. Dus dezelfde soortgelijke producten zijn geschaald. En het is een best wel net design, het is redelijk intact nog. Er zit nog heel veel potentie in om dit met de juiste marketing angle te gaan schalen voor mensen die dus hun pasjes en sleutels en belangrijke bezitten veilig willen houden. Oké, gaan we door naar product nummer 2, het is een kattenproduct. En waarom dit het waard is om te testen, er zit een grote markt in, het is een nieuw productdesign. Katten kunnen erin slapen, maar het is ook een beetje open nog. Het is een soort slaapzak en het is gemaakt van uniek plush materiaal. Katten is een supergoeie markt en dit product ziet er gewoon clean uit. En daarom is het ook waard om te kunnen gaan adverteren met de juiste marketing angle. Katten makkelijk in slaap kunnen gaan vallen. Nou, product nummer 3 is niet seizoensgebonden, net als de eerste 2 producten. Ze zijn bij normaal allemaal niet seizoensgebonden. En waarom kies ik daar nou bewust voor? Dat ik producten het hele jaar door wil gaan schalen en producten niet maar 1 maand wil draaien, of 2 maanden, of 2 dagen, of 2 weken, zoals veel dropship coaches wel doen. Dus sfeerverlichting, ideaal dus ook voor kerst, maar ook gewoon, kan ook gewoon in de zomer. Super uniek, wow effect, zit 7 kleuren aan. Is ook een luchtreiniger, is dus ook multifunctioneel in dit geval. En ja, dit product heeft gewoon echt dat wow-effect, probleemoplossend. Heeft heel veel criteria om te kunnen testen. En ja, gewoon een heel uniek product in het algemeen. Product 4 zit ook een grote markt aan, de steencorrectors. Het is ook probleemoplossend en die gaan extreem viral dit jaar. Iedereen heeft tenen en iedereen wil misschien zijn tenen laten correcteren. Of in ieder geval mooier eruit laten zien. Of in ieder geval beter kunnen laten functioneren. En een wow-effect. Wat je dus wil gaan doen als je dit product gaat adverteren, wil je echt de resultaten laten zien van mensen die eerst geen mooie tenen hadden en daarna wel in dit geval, om dat op de best mogelijke manier te kunnen gaan verkopen. Oh, ga ik eentje terug, excuus. Ja, product nummer 5, het is probleemoplossend. Het is bandenpomp, heel simpel. Het kan voor auto's gebruikt worden, maar ook voor fietsen en scooters. Ook elektrisch en ook draadloos. Dat maakt het extreem uniek. Dan hoef je niet per se elke keer naar een tankstation. Super grote markt, heel veel mensen hebben auto's, fietsen, scooters, etc. Het is een niet seizoensgebonden product en je kan het op meerdere banden toepassen. Het is een meerdere in één in dit geval en je kan ook de bar erbij lezen. En het is draadloos, zoals ik al eerder zei. Nou, dit waren dus 5 producten die ik je heb gegeven. En belangrijk is hieronder je ook de juiste marketing angle bij te zoeken als je dit product gaat adverteren. Nou, wat zijn nu tips voor het testen van deze producten? Test meer dan één creative. En creatives zijn typisch het gebied waar mensen dus klanten verliezen voordat ze ook maar een kans krijgen. Als mensen niet gaan klikken op jouw website, dan komen ze ook niet op jouw website. En denk aan andere product angles om deze producten te laten zien ten opzichte van je adverteerders. Hoe kan je een product beter laten zien? Of wat kan je misschien een ander probleem of een andere oplossing? Of kan je het anders laten zien? En voor deze 5 producten raad ik aan om minimaal €250 te testen. In totaal €50 per product keer 5. Zit je op 250. En dat zou ik aanraden om door middel te doen van Facebook Ads. Oké. Om succesvol te zijn in het leven moet je altijd waarde toevoegen en dat is met een product niet anders zo.
Je moet begrijpen welke waarde je kan gaan toevoegen aan dit product. Zoek dus voor producten zoals deze die ik je heb laten zien die ruimte hebben voor verbetering. Zoek producten of type producten die ik je net al heb laten zien die al gevalideerd zijn en die momenteel al werken. Of het nou Q1 is, Q2, Q3 of Q4 wat aankomt. Analyseer de voordelen en nadelen van de funnel van je concurrent. Dus de ad copy, de creative, de video, de thumbnail. Kijk ook de product page van je concurrent. Kijk ook zijn funnel helemaal door. En kijk waar je kan verbeteren en eventueel waarde kan toevoegen om te gaan winnen van je concurrent. Kijk of er potentieel een variant van dit product online beschikbaar is. Om te kijken van, hey, of het überhaupt wel interessant is om een variant te kunnen gaan targeten. Nou, al deze producten zijn uiteindelijk gevonden door mijn eigen unieke e-com elite product research strategie. En die strategie gebruik ik zelf al meer dan 4 jaar momenteel. En leer ik aan meer dan 150 andere ondernemers die hun dropship store schalen naar 10 tot 100.000 euro per maand. Als je dagelijks wil weten wat voor producten je moet testen en hoe je advertenties moet draaien, door middel van Facebook ads voornamelijk, dan heb ik je rug. Ik heb momenteel nummer 1 1-op-1 coachingsprogramma, wat ik nu 2 jaar doe. En ja, ik heb nog een aantal spots om 1-op-1 mee te werken. Dus stuur me even een berichtje hieronder om te connecten, zodat we kunnen kijken of het iets voor je wordt. Nou, ik wil je sowieso bedanken voor het kijken. Connect met mij hieronder, Facebook, Instagram. Laten we even praten en kijken of jij een geschikte persoon bent voor mijn 1-op-1 coachingprogramma. En anders wens ik je heel veel succes met alle gratis content die ik je geef. Ciao, ciao.